hadden afgelopen zaterdag een oriëntatiebezoek aan Brokkeponde, waarbij we toch wel die grootschalige schade die aan het milieu wordt aangericht door goudwinning persoonlijk hebben kunnen aanschouwen. Er is ons gevraagd door de DC van Brokkeponde om te kijken naar mogelijkheden om tot de rehabilitatie van de gebieden over te gaan. Dat zullen we zeker in overweging nemen, kijken hoe we kunnen helpen daarmee. Er is ons gevraagd de Compagnie Kreek om te helpen met het weer dichtmaken van de gaten die mensen na het goud zoeken daar zo hebben gelaten. De loop van de kreek is ook ernstig verstoord, dus er is ons ook gevraagd om daar te helpen. We hebben contacten gelegd voor Compagnie Kreek en de DC met functionarissen hier in de stad. Het ging om het maken van een afspraak, dus we hopen dat die afspraak er gauw komt, zodat de nodige ondersteuning toch wel wordt geboden aan Compagnie Kreek, zodat bij ernstige regenval ze niet onder water komen te liggen en dergelijke zaken. U heeft zelf georiënteerd, dat wordt gezegd dat de stuwdam in gevaar is. Is dat waar? Mij is niet bekend dat de stuwdam in gevaar is. We zijn ook niet bij de stuw meer geweest. We zijn meer geweest in het gebied van Compagnie Kreek, de weg naar Atjoni toe, waar aan beide weerszijden goudwinning plaatsvindt en dergelijke. Oké,